Het leven is niet zo eenvoudig. Waarom gaat God aan mij dus zo'n zware weg? Dat is nou ergens typisch zo'n waarom-vraag. Men heeft tegen mij vaak gezegd, dominee, je mag niet vragen waarom, liever waartoe. Waarom mag je toch niet vragen? Vanuit de nood en de moeite van het leven, vanuit dat opgekropte hart met al zijn vragen en emoties, stijgt die vraag naar de hemel, Heere, waarom nou toch die zware weg? Met eerbied gezegd, mag ik dat toch voor de Heere neerleggen? En de Heere kan daar wel tegen als wij dat tegen hem zeggen. Trouwens, Christus riep het zelf uit aan het kruis. Waarom hebt u mij verlaten? Vind ik zo mooi. In zijn waarom neemt hij al onze waaroms op en legt hij die neer voor zijn vader en heiligt hij onze waaroms. Opdat we in de moeite van het leven met onze waaromvragen zullen zien op die overste lijstman en volleinde des geloofs om in hem te rusten. Om achter hem aan te komen, om door hem geheiligd te worden. Trouwens, in die vraag beluister ik drie dingen. Waarom gaat God met mij zo'n zware weg? De belijdenis is dat we leven in een gebroken wereld met al zijn moeite en zorgen. Leed dat ons zelf berokken, dat anderen ons aandoen waar we ineens in terecht kunnen komen, dat ons overstroomt. Maar ook het tweede, dat heel persoonlijke. Waarom ga ik nou die zware weg? En dan moet je oppassen dat je niet een stukje zelfmedelijden krijgt. Dan is het goed om ook eens naar anderen te zien die nog een zwaardere weg gaan. Maar dan het derde, en dat vind ik het belangrijkste. Ik beluister erin dat in die zware weg u beleidt dat God aanwezig is. Nou kan dit een opstand zijn. Dat de vuisten aan de hemel geballen worden. Heere, waarom gaat u nou toch met mij door? Al die dingen zijn tegen mij. Maar het kan ook zijn dat het een hartelijke geloofsblijdenis is. Dat je juist in die moeilijke wegen van strijden en lijden, van ziekte en zorgen en rouw en depressie, toch mag geloven dat je leven ligt in de hand van de Heere. Dat Hij alle dingen leidt en bestuurt. Ook juist in die moeilijke wegen ging Christus ons daar niet in voor. Mij troost vaak wat ik lees bij de profeet Jesaja. Hij droeg onze smarten. Hij ging de weg van onze beproevingen en onze moeite. En in hebben we een barmhartige hoogpriester. En als je dan de weg moeilijk vindt, laat je dan leiden door het kompas van het woord. En dat we dan zien op de Jezus Christus, de grote hoge priester, om alle kracht in hem te vinden, om juist in die moeilijke wegen van onszelf af te zien, aan alles van de wereld te sterven, om alleen op Christus te zien, en uit te zien naar de dag van de zalige opstanding. Er zou veel over te zeggen zijn, maar laat hem nog even tot slot wijzen op Hebreeën 12. En dan lezen we die mooie woorden, want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. Hij geeft het een iegelijke zoon, de Heer aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt ze God jegens u als zonen. En even later, en alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch tada! Geef zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Voor degene die door zelf geoefend zijn. Kom, richt de slappe knieën op en zie op Christus.